Arbidjan, de Armeense rapper uit Amsterdam, die met zijn gevaarlijke uiterlijk ook wel de Ja, dat klopt. Alleen als jij hem koopt. Op oké. Selecteer fabrieksinstellingen. Druk weer op oké. Selecteer ja. Hier staat dat alle gegevens gewist worden. Maar dat is niet erg. Wil je extra uitleg of meer informatie? Kijk dan op kpn.com/digitennewerkzaamheden. In 2012 vinden er werkzaamheden plaats bij Digitenne. Daardoor zullen in een aantal regio's sommige tv-zenders van frequentie veranderen. Het gaat om de volgende regio's. Wil je weten wanneer de werkzaamheden in jouw regio plaatsvinden? Ga dan naar kpn.com/digitennewerkzaamheden. Het kan zijn dat je na de werkzaamheden sommige zenders niet meer ontvangt. Om ze weer te kunnen zien, hoef je alleen maar je tv-ontvanger opnieuw in te stellen. In dit filmpje laten we zien hoe je dat doet. Er zijn verschillende ontvangers. Een aantal van het merk Topfield, een zwarte van het merk Rebox, een grijze van het merk Samsung, of je hebt een insteekkaart die in je tv zit. We beginnen met het opnieuw instellen van deze Topfield tv-ontvanger. Druk op je afstandsbediening op menu. Ga naar installatie, druk op oké, selecteer fabrieksinstellingen, druk weer op oké, selecteer ja. Hier staat dat alle gegevens gewist worden. Maar dat is niet erg. Als je een recorder hebt, blijven al je opnames gewoon bewaard. Selecteer je regio. Druk op oké. Nu worden alle zenders automatisch opgezocht. Dit duurt eventjes, maar als het klaar is, druk je op oké en kan je weer gewoon televisie kijken. Sommige Topfield-ontvangers hebben andere software, waardoor je na fabrieksinstellingen moet kiezen voor zender zoeken. En controleer dan of er bij de zoekmodus snel zoeken staat. Selecteer dan zoeken starten. Druk op oké. En nu gaat hij weer vanzelf alle zenders zoeken. Voor het opnieuw instellen van de zenders met je insteekkaart raadpleeg je de handleiding van je televisie. Dit is namelijk per type verschillend. Heb je deze ontvanger van Rebox, dan druk je op je afstandsbediening op menu. Ga naar installatie. Selecteer fabrieksinstellingen, druk op oké, terug naar fabrieksinstellingen. Wilt u alle instellingen herstellen? Ja. Selecteer uw regio, druk op oké. Druk nogmaals op oké. Nu zullen alle zenders automatisch gevonden worden. Als dit klaar is, druk dan weer op oké. Heb je een Samsung-ontvanger? Raadpleeg dan kpn.com/digitennewerkzaamheden. Natuurlijk word je ook nog persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Je ontvangt van Digitenne een brief of een e-mail wanneer de werkzaamheden in jouw regio gaan plaatsvinden. Wil je extra uitleg of meer informatie? Kijk dan op kpn.com/digitennewerkzaamheden. Of je hebt een insteekkaart die in je tv zit. En de BN'er. Ja. Moet je even voelen? Nou, op weg naar hier naartoe is mijn glazen bol gebroken. Oh nee. Dus ik heb het met de vissenkom moeten doen. Ja. Dat was allemaal wat moeilijker, maar... Maar voel je hem daar? Of meer daar? Hey, ik ken natuurlijk de mannen die afvallen, maar hij valt daar. Oh, ja! Laat eens even zien. We zijn op zoek naar de slimste vrouw van vanavond, volgens de paragnost. Ik vind die vrouw met die groene bril er wel heel slim uitzien, maar is dat er niet? Nou, dat vind ik nou niet. Oh, dat vindt u... Oh. Niet, ja, niks tegen u, hoor. Oh. Nou, maar ik ben ook geen paragnost, hè? Nee. Zit ze in dit vak? Ik vind het wel spannend, hoor, Peter. Ik denk in dit vak. Ja?
getwijfeld tussen de vierde en vijfde rij. Maar je moet het nu zeggen. Maar dat had ik hier ook. Je moet het nu zeggen. Je, waar gaat die straling van jou naartoe? Hier. Hier? Ja. Maar dit is dit. Ja, dit is het iemand met een bril? Of dit is het hele stukje? Nee, noem maar één. Nee, geen bril. Noem maar één. Geen bril. Ik denk die, die mevrouw met die ketting. Die ketting? Ja. Ah! Ik stel me niet teleur, hè? We gaan het zien. Hoe heet je? Elene. Hey, we gaan het zien. Want hier heb ik het hele jaar last van als ik het niet goed heb. Ja, dat is echt zo. Ja. Laten we even doorgaan naar de BN'ers. Ja. Want, ik ben... En die is bij vrouwen wat dikker. En we denken dat vrouwen beter die hersenhelften met elkaar laten communiceren. Wat soms heel voordelig is. Verder weten we nog dat vrouwen wat beter zijn in taal. Gebieden hiervoor in het brein, gebied van Broca, gebied van Wernicke, die vormen weer allerlei taalnetwerken. Waar vrouwen weer wat beter in zijn. En dat gaan we terugzien in de test misschien. Dankjewel, Margriet. Heel graag gedaan. En dankjewel voor het gebruiken van je schedel. Dankjewel. Het is zover. De strijd gaat beginnen tussen de Beauty en de Beasts, dames en heren. We gaan jullie op 5 onderdelen testen. Taal, geheugen, rekenen, logica en ruimtelijk inzicht. Jullie krijgen allemaal 60 vragen te beantwoorden. Binnen de tijd moet je uit 4 antwoordmogelijkheden het juiste kiezen. Is het A, B, C of D? Naast meespelen via internet kan je natuurlijk ook gewoon de antwoorden op een papiertje zetten. En hoe je dan uiteindelijk tot je score kan komen, dat leg ik uit als de test klaar is. Bijna alle onderdelen worden ingeleid met een voorbeeldvraag. En de mensen hier in de studio, let op, bij die voorbeeldvraag moet je niks indrukken op je stemkastje. En voor iedereen die op internet meespeelt, jullie krijgen deze voorbeeldvraag ook en hoeven alleen maar goed op te letten. En voor de spelers thuis met pen en papier, het antwoord van die voorbeeldvraag mag je wel bedenken, maar niet meetellen met de eindscore. De spelers die de test online spelen, dames en heren, de test staat nu klaar op iqtest.bnn.nl. En het is nu echt het moment om je te focussen. Concentreer je goed. Heel veel succes. De Nationale IQ-test 2012 begint nu! We beginnen met de categorie taal. Het oude vooroordeel is dat vrouwen hier veel beter in zijn dan mannen. En Fred bewijst dat in draadstaal onmiddellijk heel goed met een gesprek met Ria. De tong, ze zit eigenlijk groen, groen roept dat. Terwijl het woord begint met een D of zo. Je denkt, ik kan nooit groen worden. Kan niet. Nee. Als gevolg van de crisis probeert de regering ons duidelijk te maken dat wij in de komende 4 jaar moeten bezuinigen. Ik vind dat heel onverantwoord. Dat is een veel te groot bedrag in een veel tech. Daarmee draai je de economie in Nederland de nek om. Yourself, there's a lot when you're under the spell.
over het algemeen, hè, dit is over groepen, dat kan soms tot problemen.